omdat Fiep Westerdorp 100 jaar geworden zou zijn, eind 2016, hebben wij dit bedacht. Omdat eigenlijk hadden we het plan om dat een jaar lang te gaan vieren. Deze bus is helemaal ingericht met alle figuurtjes van Fiep Westerdorp die zij bedacht heeft. Het is voor peuters en kleuters om te spelen. Beneden hebben we een doolhofje, boven hebben we zitplekken met spelletjes, boekjes. En om dat te vieren gingen wij rondrijden. Maar nu zitten we al in het derde jaar, omdat iedereen blijft het nog leuk vinden. En de boekingen blijven binnenkomen. Dus het is een groot succes. Als je goed naar de plaatjes kijkt, vind ik persoonlijk, zijn ze erg grappig. Ik denk dat het wel vooral is. Het is wel heel erg knap wat ze gedaan heeft. Het heeft met fantasie natuurlijk te maken. Hè? Dat kinderen verder denken dan wat ze alleen om hun heen zien. Het is ook een middel om, als ze dat eenmaal leuk gaan vinden, wat bij de ouders begint, denk ik, met voorlezen. Maar wat er ook voor zorgt, waardoor ze minder op de tablet en op het telefoontje en dat soort dingen doen. Dus ik denk ontzettend belangrijk. Ik kan mezelf heel goed herinneren dat ik Pluk van de Pettenflat cadeau kreeg met Sinterklaas toen ik 7 was. En dat boek vond ik zo fantastisch. Dat heeft me echt de ogen geopend van dat heeft me zo meegesleept, dat verhaal. Ik was wel gewend aan Wipneus en Pim, Pinkeltje. Dit vond ik echt een geweldig verhaal. Ik heb dat uitgelezen. Daarna ben ik weer opnieuw begonnen. En ik heb dat boek nog steeds. Ik hoop dat ik ook die liefde heb overgebracht weer aan mijn kinderen. Het is gewoon het mooiste wat er is, denk ik, lezen. Nou ja, één van de mooiste dingen. Kinderen die vinden het alleen al heel leuk om in zo'n gekke oude grote bus te zijn. Het is natuurlijk echt een bus die in Londen ook heeft rondgereden. En dan met alles wat eraan verbouwd is, is het natuurlijk helemaal een feestje. De een blijft een kwartiertje zitten, de ander die blijft het liefst een paar uur zitten. Het is heel verschillend, maar altijd positief en leuk. Nu hebben we het extra druk, omdat we veel boekenwinkels hebben gevraagd aan ons of we wilden langskomen. Maar gedurende het hele jaar komen wij ook bij festivals, dat is vooral in de zomer. Wij komen bij scholen. Vanuit de foundation bezoeken wij asielzoekerscentrums, ernstig zieke kindjes. Dus van alles, al 3,5 jaar. Was het deze week drukker in de boekenwinkel? Ja, zeker. Het was drukker in de winkel. Iets minder dan andere jaren, omdat wij in een verbouwing zitten. De boekwinkel gaat volgend jaar, kan ik nu alvast zeggen, eind januari gaan we verhuizen naar onze nieuwe winkel. En 1 en 2 februari hebben we een groot feestweekend. Ja, maar we kijken wel terug op een hele leuke boekenweek. Ja. We zouden dit dus een jaar doen. We zitten al in het derde jaar. En het idee is nu wel om echt eind van het jaar te stoppen. Ja. En om dan weer wat anders te gaan bedenken.